Al meer dan een decennium zijn wetenschappers gebiologeerd door een verbluffend fenomeen. Het YouTube-kanaal van Noah's Ark. Doe het voor me, doe het laat. De wereld is van jou. Is een andere trein. De pure grootsheid en kracht van dit natuurverschijnsel, waar een brede diversiteit aan diersoorten zich verzamelt, heeft een miljoen subscribers weten te behalen. Laten we daarom afreizen naar alle uithoeken van de wereld om de grootste schatten van dit YouTube-kanaal te verkennen. Dit is Noah's Ark. Kijk eens wie we daar hebben. De pionier Vincent Batty. Deze dingo noemt zichzelf Jiggy J, wat trouwens klinkt als een Spaans puddingmerk. De dingo is een gemiddeld grote hond in bezit van een sterk gehard lichaam, gebouwd voor snelheid, stamina en behendigheid. Hij startte het Noah's Ark kanaal in februari 2008 met een knap staaltje positivisme. Daarna speurde hij jarenlang de vlaktes af, op zoek naar vers talent om bij de roedel te voegen. In zijn kielzog vinden we Murda, die altijd groene bladeren aan het consumeren is. Als je heel goed luistert, kun je zijn lokroep ontcijferen. We doen ons best om elke dag zoveel mogelijk planten te roken. Daar hebben we Hef, de geit. Op zijn buikvacht is het woord kutleven ontwaren. Wat klopt als je de hele dag op de kinderboerderij in je eigen ronde keutel stapt. Hey, wat doe je maar toch, manji? Pak hem met deze nigga. Murda en Hef vormen samen ook wel Bang Bros. Bang Bros is geen bevel om een luchtige chocoladereep kapot te slaan. Nee, nee. Het is een illuster rapduo. Op de uitgestrekte toendra's van het verre Aga treffen we de flamboyante Wally ASM aan. Uiteraard is dit zijn artiestennaam, want in zijn paspoort staat gewoon Jong Wally Damn de Finesser. Kijk aan! Het is Aziz. Met zijn excentrieke tongval vertelt hij over het leven op de subtropische steppen van de mysterieuze regio genaamd Nimma. En daar hebben we zijn vriend Ramix. Dit eigenzinnige, in streetwear gehulde zoogdier graast de dorre velden af op zoek naar koffie, sigaretten en samplepacks. Het nestje van de jonge soor bestaat uit takjes, blaadjes, grasprieten, een gehoorapparaat, een e-smoker en een Nintendo Switch. In de grootste hoogtes van ons eindeloze luchtruim vinden we jong Felix. In de biologische wereld staat het dier bekend om zijn ernstige allergie voor het dragen van shirts. Space Case maakt moeiteloos van elke leefomgeving zijn natuurlijke habitat. Zolang er maar een jointje, een badjas en een gameconsole met Zelda aanwezig is. En hier zien we de zeldzame Mr. Polska, die onder Poolse biologen en wetenschappers bekend staat als Mr. Nederland. Sst, kijk daar, Linde Schöne in het wild. Deze zangvogel pikt met chirurgische precisie zowel liefde als verse-insecten van de vloer. De olijke avonturier Ome Omar is altijd op zoek naar een fijne bilpartij om in te duiken. En als hij die vindt, dan weer klinkt zijn paringsroep over het water. Ja man, neef man, G-man, broer. Sluipend door het lage gras vinden we Busy. Op jacht naar vrouwen om te figureren in zijn videoclips. Zijn nummer Traag is de best bekeken Nederlandstalige videoclip ooit gemaakt. Reden genoeg om het concept van herhaling nog talloze keren te herhalen. Als we een blik omhoog werpen, de bomen in, dan vinden wij de jongeling Leaves. Vergeleken met Leaves zijn wij zo oud dat we bij Gandalf in de klas hebben gezeten. En daar hebben we de gracieuze S10. Helemaal in haar sas, omdat ze zojuist haar koelkast heeft geraadpleegd voor een blikje energydrink van een vertrouwd merk. Diggy Dex is een ware veteraan in de Nederlandse hiphop. Hij zit al zo lang in de scene dat zijn eerste collab met een pterodactylus was. Een van de meest gevatte leden van het dierenrijk is Jonna Fraser. Hij heeft zo'n warm karakter dat hij de echte oorzaak is van de smeltende ijskappen. Diep in de wouden van het mysterieuze Fokkensteeg vinden we Jos Bros, die zijn wijsheid verspreidt op de Herman Brood Academie, het Zwijnstein van de Nederlandse rapscene. En wie hebben we daar? Het is Dave Buddha. De ziel van Dave Buddha is een oneindige diepe put, dus mocht je ooit nog een kelderbox willen huren, je kunt altijd bij hem terecht. Kraantje Papi is vaak moeilijk te vinden in de uitgestrekte moerassen van Groningen. Wie geluk heeft, kan andere kraanvogels horen zeggen: waar is kraan? Ja, gewoon boven de grootsteen. Ben je dom of zo? Dit is een unieke blik in het privéleven van Def Major. Wanneer de stress hem naar het hoofd stijgt, komt hij weer helemaal tot rust door te gaan vissen. Voor de zekerheid heeft Noah's Ark daarom geen vissen op haar lepel.
Nooit eerder is ons dierenrijk zo kwetsbaar geweest als nu. Daarom willen we jullie bedanken dat jullie in totaal ruim 1,5 miljard minuten naar het gedierte op het Noah's Ark kanaal hebben gekeken. En dat bedankje geldt trouwens ook voor onze trouwe kijkers in Turkije. Namens Noah's Ark en Google Translate, teşekkürler.